Oeh, jongens, we hebben iets heel erg gaafs ontvangen. In de neutrale weer, in de ene staat hij er ook weer op. Ja, ik ben dus, wel voorzichtig. Ja. Hallo lieve mensen, een hele goede morgen. Het is woensdag, dus we beginnen de dag met een... Want je hebt een jurk aan en jij hebt ook een jurk aan. En ik heb ook een rokje aan. Ik kan aan Jack. Nou, anders hebben jullie hem nog te goed van straks. Mama, volgens mij wil Jack de ratslag doen. Ja, Jack staat net steeds zo. Oh, begint hij nu al te slaan? Ratslag! Wee, ratslag! Wij hebben echt een hele goede nacht gehad. Jax, althans, die heeft gewoon geslapen van... Bam, 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 bam. 8 uur 's avonds, toen om 11:30, 11 uur, 11:30, heb ik hem even eruit gehaald voor een voeding. En daarna heeft hij weer tot 7:30 geslapen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bij Yoda en Maya. Oh ja. Salut! Ja. De salade, dus de onderste, ja? Waar salade staat, met deze lijn, dat is het voorgerecht. Het menu van de dag is eigenlijk, maar je hoeft het niet te nemen, courgette, pijnboompitjes, olijf en tomaatpizza. Nou, we gaan even kijken wat we nemen. Ja. Oh, dit is wel echt haute cuisine, hè? Ja. Klein. Ik ga voor chocolade, slagroom, ijs. 2 keer chocolade. De rekening. €56,30. En hier staat alles wat, hoe duur alles was. Oh, dus ja. Je mag het ook zelf uitrekenen als je wil. Oké, dank u wel. Zo, we zijn even onderweg naar de supermarkt. Gaan even heerlijke gezonde dingetjes halen om een lekker middageten te maken. Ja, we gaan rijden en... Hij ziet een andere kippenerwten. Oh. Kippenerwten? Kikkererwten. Rijst, kikkererwten, avocado, tomaatjes, komkommer. Heel lekker wordt het. Zullen we straks laten zien. Net dus heel eventjes met de moeder van Maya, die hier aan het logeren is, afgesproken dat Maya nog een nachtje mag blijven slapen. Ik vind het namelijk echt super relaxed dat zij er is, want eigenlijk heb ik gewoon minder kind aan Yola nu dan wanneer ze alleen is. Want ze is gewoon lekker de hele tijd met haar aan het spelen en dan hoef ik er veel minder aandacht te geven. Dus ik vind het echt super chill. Ik kan gewoon lekker een beetje... mijn ding doen. Omdat ik trouwens vorige keer super veel vragen had gehad naar deze pastasalade, wat erin gaat, zet ik het eventjes erbij. Dus kunnen jullie deze ook maken. Hij is echt heel erg simpel en heel lekker. Vooral met warme dagen. Cherry tomaatjes, geroosterde paprika, maar je kunt natuurlijk ook gewoon verse paprika nemen. Komkommer, pasta. Je kunt ook andere volkoren pasta nemen. Ik heb dit keer de strikjes. Pijnboompitten ga ik straks even opbakken. En dan vind ik het zelf heel erg lekker met feta en met zwarte olijven. Maar dat vinden de kids niet allebei lekker, dus dat doe ik dan later erin. Zelf pesto maken, maar ik koop deze vaak van de Albert Heijn. Dat zijn er 2 in een pakje en dat is gewoon super simpel. Die moet er echt bij hoor. Pesto hoort hier echt bij. Heerlijk, ik hou er echt van. En wat ik er normaal ook doorheen doe, maar wat ik nu vergeten ben, rucola. En wat ben ik nog meer vergeten? Heel erg stom, want dat vind ik echt heel erg lekker. Koriander. Heel stom, maar ik was ook niet echt van plan om dit te gaan maken, dus anders had ik het zeker meegenomen.
gaat de gekste dingen bestellen wanneer je babytje niet wil drinken uit de fles. Wat we nu toch weer hebben, dat heb ik dus besteld. Dat kan je dus zo induwen en dan komt het in het lepeltje. Nou ja, ik dacht het is sowieso handig om met papjes te gebruiken en zo. Goed bedacht. Werkt dit? Hop, hop, hop. Au. Oh, er moet nog een dekseltje vanaf, sorry. Ik dacht al, het smaakt een beetje. Maar je blijft dingen bestellen en kopen. Nu ging ik dus deze, had ik weer gehoord van iemand. Dus die heb ik ook weer besteld. Maar, dan zit ik hem even te vergelijken met de Avent-tepelachtige tuut. Nou echt, ik zie geen verschil hoor. En ik voel ook geen verschil, dus... Je hebt meer ribbeltjes op. Ja, dat het nou gaat zijn. Ik denk dat we het toch gewoon bij die brown fles moeten laten. Smakelijk! Hallo! Ben je zo blij als je wakker bent? Hallo, goedemorgen! Het is vandaag donderdag. En vandaag gaat Bart, jawel, iets doen waar hij al heel erg lang van droomt. Hij gaat racen in een race experience op het circuit van Zandvoort. En dan mag hij in een Lamborghini, Ferrari. Ja, je kent het wel. Alle auto's waar alle mannen een keer in willen hebben gereden. Maar daar vertelt hij later wel wat over als hij weer thuis is. En dan vraag ik hem ook eventjes wat beelden te laten zien. Ik ben met de meiden, die zijn boven. Die heb ik net al geroepen. We gaan even ontbijten. Wat is dit nou voor ding? Nou. Nou, dan kan je gewoon de pap, die kan je hierin doen. En dan, kijk, als je dus zo duwt, dan gaat het in het lepeltje. Oh. Dan hoef je dus niet steeds ergens uit te scheppen. En het is echt best wel een succesje. Echt? Je hebt het gewoon veel sneller op dan wanneer ik het uit een bakje lepel. Ja, ik zal wel eventjes een linkje hieronder inzetten waar ik hem heb besteld. Want het is toch wel echt een leuk dingetje. Ja, en dit is ook handig voor Bart als ik dus zaterdag niet thuis ben. En hij neemt echt nog steeds geen flesjes. Dit neemt hij dus wel. Dus dan moet Bart maar de melk allemaal via dit lepelen. Okay, hij krijgt echt een hanenkam. Ja, oh, je gaat zelf ook nog proberen het eruit te eten. Volgens mij vond je het lekker. Mag je met de voet op de rem even een keer in de 1 zetten? Dat hij de eerste versnelling schakelt, dat hij verder automatisch. Je moet even opletten dat de handrem eraf is. Je ziet hier rechts onderin een lampje branden. Moet je deze even indrukken, dan is hij er vanaf. Oh, als je terugkomt, beide tegelijk voor de neutraal. Oké, moet ik die nog op de handrem zetten of gaat dat automatisch? Nee, het gaat automatisch. Okay. Dan let er ook even op voordat je wegrijdt. Want soms als je de deur dichtgooit of je zet hem weer in de neutrale, weer in de 1, staat hij er ook weer op. Ja, ik doe wel voorzichtig. Ja. Doe voorzichtig. Op zich kan je zelf schakelen, maar doe je dat wel graag met respect voor het materiaal. Ja, ik hou hem niet al te hoog in de toeren dan. Veel plezier, hè. Is goed, dankjewel. Ontvangen. Nou ja, niet gekregen of zo. Ja, eigenlijk wel gekregen. Omdat Bart een nieuwe Tesla heeft gekocht, zoals jullie hebben gezien. Kreeg hij een aantal punten en dan kan je dus iets krijgen. En hij heeft gekozen voor dit.
We hebben dus allebei nog niet aan Yola verteld wat dit is. Of eigenlijk aan niemand. Maar het is wel heel erg leuk. We gaan hem gebruiken voor Yola als ze nog past. Maar in ieder geval anders ook bewaren voor Jax. En het is wel grappig dat het precies vandaag binnenkomt. Op die dag dat de race experience van Bart is. Wat zou dat nou zijn, hè? Oh, ik ben weer thuis. Helemaal vergeten te zeggen. Yola die gaat namelijk een paar nachtjes bij haar opa en oma van de vaderskant logeren. Ze heeft natuurlijk super veel opa's en oma's. Van Bart, zijn moeder met man. Dan ook nog van Bart zijn vader met vrouw. Dan ook nog mijn moeder. En dan ook nog de ouders van haar biologische vader. Dus het is echt heel erg veel opa's en oma's. En dat is heel erg leuk in de vakantie natuurlijk dat ze er allemaal naartoe kan. Dus nou, een paar dagen zonder Yola. We hebben nog niet afgesproken wanneer ze terugkomt. Dat is een fucking groot ding. Het zien? Ja. Ja, dingen wel. Is hij ook elektrisch of zo? Ja. Tuurlijk. Yola moet een keer in de ding. In de ding door de McDrive gaan. Dat doen ze heel vaak in vlogs, hè? Serieus? Kids, ja. De McDrive? Ja. Met z'n ding. Ja, ik wil even doen. Ja. En een donootje. Ja, er zijn Amerikaanse vloggers die dat hebben gedaan. Dat is veel te hoog. Ja, dat is toch juist wel vet grappig. En dan moet ik er achteraan rijden met mijn Tesla. Ja. Ja, ja. Nee, ik ga zo. Ja, dat komt zij. Ja, donootje, speeltje. Een cheeseburger. Dankjewel. Bart is echt zo'n jongetje. Met taai over de zon. Met zo'n plukje. Ja, dat komt door mijn helm, want ik heb geweest. Geweest, je weet toch. Zandvoort. Zo. Bart is helemaal enthousiast, hè, schat? Enthousiast. Het was een race dagje. Ik moest alle filmpjes meekijken en alles. En het is echt een klein jongetje. Zeker. Zo leuk als Jack straks groot is, dat je dat samen met hem ook kunt doen. Jack gaat op karten. Als hij 5 is of zo, ja? Zodra hij kan. En als hij daar heel goed in is, dan denk ik het wel. Als hij het net zo leuk vindt als ik, dan mag hij daarna misschien wel gaan racen. Duur hobby hoor. Ja, dan moet het wel heel goed gaan met het bedrijf. Ah. Dat is een voorwaarde. En anders laten we het lekker bij karten. We zien het wel. Het wel veilig zijn voor mijn mannetje. Dat sowieso. Safety first. We gaan de Sinner kijken. We hebben een paar nieuwe afleveringen gevonden. Dus van een nieuw seizoen. 1 nieuwe aflevering, ja, okay. Maar meer hou je toch niet vol. Nee. En dan ga ik daarna Jax voeden en slapen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Bye. Oh ja, niet vergeten te abonneren. Dat is gratis. Rock that joint.